voerheksignalering kan je daar zien. De groene hendel van het voerhek waarmee een veehouder zijn koeien vast kan zetten. Maar met de beste wil van de wereld komt het voor dat de veehouder vergeet om het voerhek los te maken. Voerheksignalering signaleert het en geeft die veehouder een signaal na 30 minuten of 45 minuten, maar net wat hij zelf aangegeven heeft van beste vriend, je bent het hek vergeten, ga het losmaken. Ik heb het hek op vangen gezet, de rode lamp brandt. Veehouder, attentie! Het voerhek staat vast. En dan na dat half uur of de drie kwartier, we gaan er naartoe, we zetten de hendel weer los en de beesten kunnen weer vrij gaan lopen. Dit is de Autolift, een nieuw product van Spinder. Een hek wat elektrisch op en neer gaat. Ik bedien hem met een app. In die app kunnen we tot 25 hekken aaneenschakelen. Je kiest je configuratie. Hekken 1, 2 en 3 gaan automatisch naar beneden. 4, 5 en 6 blijven staan. 7, 8 en 9 gaan naar boven. Is de melkbeurt klaar, kies je een andere configuratie. En dan gaat die andere configuratie. Gaan de hekken die bij die configuratie horen automatisch bewegen, automatisch staan in de stand die op dat moment handig en verstandig is. Nou, in 6 seconden op en neer en uiteraard ook nog een knop bij het hek. Dus de veehouder kan ook makkelijk bij het hek de zaak bedienen. Wij zien dit vooral gebeuren bij de grote bedrijven met veel koeverkeer. Daar zegt wij moeten vaak wisselen van groep en willen zorgen dat automatisch het wisselen van groep handig gaat. Nou, we hebben hier twee hekken, Autolift Bokserij, Autolift Coffee Corner. Je ziet dat ze allebei beneden staan. Het groene knopje van down is opgelicht. Ik druk op up. En je ziet, het wordt grijs. Hij is in beweging. En binnenkort zijn ze boven. Dan zijn die 6 seconden voorbij. Ze zijn allebei boven.